Het was een prachtige dag. Ik hoorde de vogeltjes reeds fluiten en er was gelukkig geen regen. Ik rookte een sigaret, de zon scheen prettig door de ruiten en ik dacht, laat ik zelfmoord plegen, 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 plegen. Ik smeerde rustig een boterham, schreef mijn afscheidsbrief en at mijn galgenmaal. Ik ben best tevreden met mijn leven, ik ben heus niet depressief, gewoon wat suïcidaal. Maar het doorsnijden van mijn polsen, kan dat met goed fatsoen? Want als ik met mijn rechterhand mijn linkerpols heb gedaan, kan ik met mijn linkerhand dan nog wel die rechter doen? Hoe maak ik er een prettig einde aan? Kan ik mezelf vergiftigen? Snij ik mijn polsen door? Rij ik hard tegen de muur of spring ik op het spoor? Als ik met een radio in bad stap voor de grote oversteek, word ik dan geëlektrocuteerd? Of als ik mezelf met benzine overgiet en mezelf dan aansteek, word ik dan gelijk gecremeerd? Mezelf verdrinken, heeft er iemand een guillotine? Een overdosis drugs, mezelf verbranden met benzine? Kan ik mezelf vergiftigen, snij ik mijn polsen door? Rij ik hard tegen de muur of spring ik op het spoor? Voor alles is een eerste keer, maar hoe pak je zoiets aan? Ik wil het niet verstieren. Voor een beetje zelfdoding, om naar de andere kant te gaan, zijn er vast wel 50 manieren. Gebouw hang ik mezelf op, een flinke voor het pillen of een kogel door mijn kop. Kan ik mezelf verdrinken, heeft er iemand een guillotine? Een overdosis drugs, mezelf verbranden met benzine? Kan ik mezelf vergiftigen, snij ik mijn polsen door? Rij ik hard tegen de muur of spring ik op het spoor? Mezelf op, een flikker voor het pillen of een kogel door mijn kop. Kan ik mezelf verdrinken, heeft er iemand een guillotine? Een overdosis drugs, mezelf verbranden met benzine? Kan ik mezelf vergiftigen, snij ik mijn polsen door? Rij ik hard tegen de muur, spring ik op het spoor?